Het is een financiële klap voor vuurwerkverkopers. Het kabinet wil een vuurwerkverbod komend jaar. Voor Blacks Vuurwerk, een van de grotere vuurwerkspelers in de Leidse regio, een grote klap. Daar zijn de voorbereidingen al in volle gang en gaat het team een onzekere periode in. Ja, dit is natuurlijk wel een schok voor ons. Zowel voor ons als bedrijf zijn er, maar ook voor al onze medewerkers. En zeker ook voor de consument die wij al jarenlang als trouwe klant bij ons hebben. Ja, het is toch een traditie die nu verloren dreigt te gaan, alweer. Bij Intratuin Voorschoten worden normaal gesproken na kerst de kerstspullen ingeruild voor de verkoop van Blacks Vuurwerk. Of dat dit jaar nog zal mogen, is nog maar de vraag. Als Blacks Vuurwerk hebben wij 3 dagen om onze omzet binnen te halen. Ja, dat wordt natuurlijk aan alle kanten ieder jaar al lastig gemaakt. En je zit vanuit de politiek. Hè. In Leiden bijvoorbeeld is er al een vuurwerkverbod sinds vorig jaar in het centrum. Ja, daaromheen proberen wij nog steeds ons best te doen om die mensen hun plezier te laten beleven. Ja, dit is financieel natuurlijk echt een klap. Het kindervuurwerk ligt nu al wel in de schappen bij Intratuin en daar is een flinke run op. Ja, het gaat al ontzettend hard zelfs. We moeten de stellingen bijna dagelijks aanvullen. We zien echt een piek ten opzichte van vorig jaar al in het kindervuurwerk. Ja, en voor zover mag dat gewoon nog verkocht blijven worden. Bij Blacks Vuurwerk zijn al de nodige maatregelen getroffen om het vuurwerk veilig te kunnen verkopen. Maar helaas hebben ze het niet in eigen hand of de verkoop dit jaar door kan gaan. Nou ja, wij hebben echt plannen gemaakt. Die liggen ook bij de gemeentes. Hè, om te laten zien dat wij onze winkels coronaproof kunnen inregelen. Onze klant kan online bestellen, zodat we precies weten wie wanneer komt en hoe laat en wat ze komen afhalen. Ze kunnen daarop echt zorgen dat niet te veel mensen in de winkels zijn, dat we niet te lange rijen krijgen. Dat kunnen we exact inregelen. En zo hebben ook de meeste gemeentes waar wij mee werken, we hebben Voorschoten, Leiden, Dorp en Leiden, hebben ook al de verkoopvergunning afgegeven. Dus ja, onze winkels zijn er klaar voor. Wij willen graag verkopen. Het vuurwerk is er. Nu moet alleen de politiek nog even meewerken.